Geachtige aanwezigen, hierbij verklaar ik. Ik zou heel graag, dit is eventjes een boodschap voor jullie iedereen, van jullie allemaal, namens mijn volgers. Ik heb eventjes een boodschap voor jullie. Zoals jullie weten, ben ik al wat verder met mijn abonnees. Hè? Ga zo door, want ik moet nog 4 abonnees erbij. Dan heb ik in totaal 400 abonnees. Ik doe dat met veel plezier. Met van jullie natuurlijk, uiteraard met het filmen. En dit is eventjes een videoboodschap voor iedereen. Zeg ik dat ook even in de thumbnail. En doe dat eventjes alsjeblieft. En dan heb ik alweer 400 abonnees. En zou ik echt enig vinden. En doe dan gewoon eventjes een reactie erin. En ik ben super verblij dat ik met mijn idool, met mijn sociale eenheden, met mijn kracht en toeverlaat om met jullie samen te delen, met de 400 abonnees, samen met jullie te vieren. Heel veel van mijn fans zeggen ook wel eens: nou, je vriend, ga je zaterdag ook naar Club Chopino, ja of nee? Ik ga zaterdag niet naar Club Chopino, uiteraard. Daar ga ik niet heen. Misschien over een paar weken of zo. Misschien ergens in augustus. Misschien in juli, augustus. Misschien dat ik dan eventjes ga. Maar dan moet ik nog eventjes even naar kijken nog. En hoe lief het ook is. Ja, dat vind ik wel weer heel erg bijzonder. En dit komt me wel mooi op mijn YouTube-kanaal terecht. En ik moet er nog 4. En dat zou ik echt enig vinden. Blijf abonneren op mijn YouTube-kanaal. En gooi een like omhoog. En doe een reactie. En dat zou ik echt enig vinden. En om met jullie samen de 400 abonnees samen te jullie te vieren. En Jeffrey gaat ook wat leuks doen morgenochtend, want moet ik heel vroeg opstaan. Dan moet ik mijn paak even helpen. En dan moet ik even wat klusjes doen. En zo een beetje. En dan zeg ik dan in het thumbnail: ik heb een videoboodschap voor jullie allemaal. Even een oproep video. En blijf zo doorgaan met de abonnees. En dat zou ik echt enig vinden. Jeffrey gaat zo slapen. Jeffrey is behoorlijk moe weer. En abonneren op mijn YouTube kanaal hier beneden. En als je dat nog niet gedaan hebt. En ga ik richting de 400. En daarna naar de 500. Als ik bijvoorbeeld, ik wil iets wat met jullie afspreken, dames en heren, meisjes. Als ik de 500 abonnees heb behaald. Dan komt er ook een hele mooie vlog van mij weer online. Met het zinnen, repeteren, generaren. Gewoon echt, daar wil ik echt het grootst uitpakken. Dan wil ik alweer een verjaardag zin eerst ophangen. Mijn pak aan doe ik weer aan. En dan vind ik toch een hele mooie gelegenheid om toch met Lily samen de 500 abonnees samen met Lily te vieren. En ik hoop dat je daar akkoord mee gaat. En dan kan ik weer met het feest weer voorbereiden natuurlijk, uiteraard. En dames en heren, mannetjes, dit is even een oproep naar iedereen. Hou de vlogs goed in de gaten. Er komen heel veel leuke vlogs aan nog. De vakantievlogs komen denk ik er ook aan. Misschien ga ik wel weer een week vlog maken. Ik heb geen idee wat de planning daarvoor is. Ik zet er nog heel veel in twijfel geval. En blijf me abonneren op mijn YouTube kanaal. En Jeffrey zou het echt enig vinden. En met deze mooie vlog wat ik ga maken voor jullie. En even een oproep naar iedereen. En dus ja, het beste. En dan zeg ik altijd in mijn vlog: hier komt weer Otmoor en Onletter. Een kusje van je vriend. Hoi hoi.